Met Paul is het altijd een heel leuk weerzien. Het is zoals een vriendschap, maar het is ook iets wat ik al heel mijn carrière gewoon al ken en wat fijn is om nog extra te leren kennen. Daarmee dat dit mij wel aansprak om te doen. Hey Paliter. Dag Paul. Hoe is het? Hoe graag? Oh, zeker. Kom op mijn vriend. Ja. Borgenstol is een toeleveringsbedrijf voor 207 podologiepraktijken. Dus wat gestart was als een labo waarin dat we podologische zolen maken, is uitgegroeid tot een bedrijf dat de volledige ondersteuning en ontzorging doet van een podologiepraktijk. Hey Florian, de Niels is er al voor u. Super. Niels komt op controle, hè. Dat zijn van de jongens die heel stip zijn, een jaar voorbij en terug controle, Niels. Toppers, hè. Niels komt al verschillende jaren bij ons. In eerste instantie weet ik dat hij bij Paul ook al een aantal keren was geweest, bij mijn papa. En in het begin doen we dat samen en mondjesmaat neem ik meer en meer wat over. Oké, Niels, moet je even meekomen hier op de tafel? Oké, goed. Mag jij van de tafel komen en op de loopbaan plaatsnemen? Ons verhaal is wat begonnen door screenings te kunnen en te mogen doen voor KRC Genk. En dan zie je dat spelers naar andere ploegen gaan. En dan is het heel leuk als je bijvoorbeeld een Koulibaly die we in Genk leren kennen hebben, dat die zowel nog in Napoli met een privéjet afkomt en nu in Chelsea, maar dat die jongens eigenlijk ook heel therapie trouw blijven. Ik ben super blij als we spelers kunnen helpen, maar als ik een jongen heb van derde of vierde provinciaal die een leergierigheid, een gedrevenheid heeft en al vraagt en welke oefeningen moet ik doen en waar kan ik gaan en kan ik al iets doen, kan ik daarmee beginnen, dan is dat het grootste plezier. Neem ik jou zo er even bij en dan mag je mij hier volgen om de hoek. Je mag je voeten daar in het midden op de afbeelding plaatsen. Ik ga een beetje omhoog laten gaan. Eerst heb ik nog eens gekeken naar zijn stappen, naar zijn lopen. Nadien heb ik hem nog eens nagemeten, eerst blootvoets en dan op de zolen. Dan ga ik gaan kijken wat is het verschil. En dan zei ik van oké, hij had wat correctieverlies. Heb ik een beetje materiaal bijgeplakt, terug wat correctie bijslepen. En nadien heb ik hem terug op de zolen geplaatst om te zien of ik weer het effect had van voor de zolen, toen ze nog nieuw waren. Nu is het aan jou. Je hebt gezien hoe het gedaan moet worden. Ik heb nieuwe zolen nodig, dus ben eens benieuwd. Ik ook. Ik ga uiterste best doen. Blijft. Ik ben er heel vaak mee bezig met daarover na te denken wat ik later zou willen worden of ja, na mijn carrière zou willen doen. Hoe meer het afkort, begin ik wel met het idee te spelen om toch in die wereld te blijven. Ik voel me daar heel goed in. Het is een van de redenen waarom dat ook het verhaal met Lierse zo klopt voor mij. Ik denk dat dat langs twee kanten is. Is dat er ook toekomst is voor mij, denk ik, binnen de club. We gaan eens aan uw zolen werken. Hè. Dus je mag dus al iets leggen op de tafel. Dan gaan we even een paar metingen doen. Hoeveel was dat bij mij, Witten? 74 en 67. Maar dan zeg jij soepeler als mij. 21,3. En dan mocht je eens omdraaien. Zijn aanpak was wel goed, niet te brusk. Ook met dat lijntjes tekenen. Mensen durven soms een keer hard doorduwen. Dat was bij hem niet het geval. Oké, Florian, dat was dan. Dan. Kom dan maar rustig van de loopband en dan kunnen wij eens resultaten bespreken. Ja, kom maar mee. En dan denk ik dat alles er goed uitziet, maar ik denk dat we het er wel allemaal over eens zijn dat je je hielen iets beter op de grond kunt zetten. Ja, dat blijft een werkpuntje. Een werkpuntje, ja. Maar met een gepaste zolen komt dat zeker en vast in orde, denk ik. Niels is leergierig. Hij heeft zeer goed opgelet. Nu, hij kent het verhaal ook al wel. Die metingen heeft hij ook al een paar keer gezien. En dan zie je ook wel dat dat een pinter manneken is. Dat zie je ook op veld. Hij weet waar dat die openingen liggen. Hij weet waar dat die diepte is. En die diepgang ben ik vandaag ook wel tegengekomen. Ik duw dat nu op scan en dan gaat de laser uw voeten inscannen. Dus we gaan nu van uw scan, dat we net hebben afgenomen, een zool maken. Nadat we een zool in 3D hebben gedesigned, dan moet die zool ook nog gerealiseerd worden. Met Borgenzool hebben we vooral ingezet dat we de accuraatheid van het maken van een zool, dat wil zeggen de juistheid, maar ook het herhalen als we dezelfde zool twee keer maken, dat dat ook identiek dezelfde is, zijn we erachter gekomen dat dat maar op één manier kon. En dat was door zoveel mogelijk het gegeven van menselijke fouten uit te sluiten. De zool wordt volledig op basis van de data gewoon gedrukt. Er komt geen menselijk contact meer aan te pas. Dat is wel indrukwekkend. Ik had natuurlijk geen hoge verwachtingen van Niels. Ik vind dat hij het goed heeft gedaan. Hij had het professioneel zeker wel aangepakt. Misschien later carrière switch, wie weet. Als je echt all the way wilt gaan in je carrière en er alles voor wilt doen om profvoetballer te zijn en te blijven, is dat voor mij, in mijn ogen, ook hoe ik het ervaren heb, belangrijk om zo'n borgingszool te hebben. Het is het verschil van tussen net wel of net niet fit zijn. Mijn motto was, je lichaam is uw tempel, zeg maar. En die moeten zo goed mogelijk onderhouden. En dat is via die zolen zeker een vast geval.